En Steven Rijmen, voorzitter van de politieke partij A20, vindt dat de regering zijn uiterste best had moeten doen om sociaal-maatschappelijke sneller in te springen. Volgens Rijmen dient de politiek slechts als vervoer gebruikt te worden om te komen tot een bepaald doel. Hij is de afgelopen tijd veel op pad geweest met jongeren en heeft zo voeling over de heersende situatie onder hen gehouden. Maar oké, het volk heeft gekozen, het volk heeft deze regering gezet. Wij moeten toch zeker aan het einde van het jaar hopen voor het beste. En gewoon terwijl wij hopen voor het beste, onze strategieën aanpassen om te kijken hoe, zeker bij de volgende verkiezingen, wij beter uit de bus kunnen komen. Maar intussen zijn we bezig om te kijken hoe je sociaal-maatschappelijk anderen kan helpen. Hoe je kan tegemoetkomen aan de nood van anderen. Want dat is het belangrijkste. Politiek, zeg ik, is slechts een vehikel om te komen tot een bepaald doel. Maar dat moet niet het doel zijn. Het doel moet zijn dat je moet kijken hoe je dienstbare leider kan zijn. En een dienstbare leider zijn, zeker voor een persoon met mijn achtergrond, hoef ik niet te wachten totdat ik een politieke functie heb. We zijn constant bezig en we proberen waar nodig is een bijdrage te leveren aan land en volk en ook aan onze mede-Surinamers. Voor 2023 is de partij optimistisch gestemd en hoopt Rijmen dat alle Surinamers dat ook zullen zijn. A20 zal de regering ook in 2023 kritisch blijven volgen. En waar nodig ook onze stem laten horen. Maar je blijft positief in de vorm van Suriname heeft heel veel perspectieven. En je blijft hopen dat ook deze regering, zoals ik het altijd zeg, zal kijken hoe kunnen we dingen samen doen. Niet dat je solliciteert naar iets, maar dingen die je samen kan doen, moet je samen doen. En een van de dingen die ik denk dat moet komen sowieso, is iedereen zegt dat, laten we praten over nationale vraagstukken. Laten we praten over dingen die een nationale dialoog nodig hebben. Zeker wat betreft ook het kiesstelsel. Dat moet komen, een nieuw kiesstelsel. En we kijken naar uit en we hopen dat dingen snel zullen gaan. Zodat wij de democratie mogen blijven beleven in Suriname. Dus ik ben hoopvol gesteld. Ik weet dat dit land heel veel perspectieven heeft. Het heeft alleen niet de juiste leiders nog. Maar ik bedoel, aan elke touw komt er op een gegeven moment ook een eind. Dus we kijken. Maar voor 2023 blijven we hoopvol. Rijmen zegt dat Suriname heel veel dieptemomenten heeft gekend. Maar dat het volk, hoe diep die put ook was, eruit is gekropen. Als alle Surinamers blijven geloven dat God er voor ze is, zullen ze ook uit deze economische dal waarin het land nu is komen, zegt Rijmen.